Leri een van de groepen in onze samenleving die het hard te verduren krijgen, zijn etnisch-culturele minderheden. Mensen met een andere origine dan de Belgische. Zowel binnen het onderwijssysteem, de huisvestingsmarkt, binnen de arbeidsmarkt, zijn er facts en figures die aantonen dat deze groepen gediscrimineerd worden. Is dat een gevolg van het neoliberale discours of hoe kader jij dit? Ja, ik denk dat, racisme zeker met neoliberalisme te maken heeft. Dat is een link eigenlijk die heel enorm weinig wordt gelegd. Als we bijvoorbeeld in België kijken, door weinige opiniemakers of politici of anderen. Maar het heeft te maken met dat individueel schuldmodel. Hè? Want het racisme, mensen die het racisme in stand blijven houden, die zeggen ook hetzelfde voor mensen bijvoorbeeld die zeggen, kijk, er is racisme op de arbeidsmarkt. Ik heb geen werk kunnen vinden omdat racisme zo sterk aanwezig is. De mensen hebben de neiging om te zeggen, nee, dat is niet waar. De bedrijven, de werkgevers of de interim zijn niet racistisch. Het is, je bent aan het overdrijven. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid weer. Dus het schuldmodel, het schuld wordt terug bij het individu gelegd. En racisme is geen issue. Nu, ik denk, zoals je ook zegt, de cijfers zijn heel duidelijk. En er is genoeg onderzoek naar geweest door universiteiten, door grote organisaties zoals de OESO bijvoorbeeld, die duidelijk maakt, de PISA-onderzoeken, dat ongelijkheid sterk aanwezig is in ons onderwijssysteem. Dat je hebt het probleem van racisme en discriminatie, één, maar het is heel moeilijk om debat daar rond te maken. Het is heel moeilijk om dat te benoemen en te problematiseren. En ondanks cijfers en onderzoek enzovoort, je hebt een politiek eigenlijk, als we kijken naar duidelijke en harde maatregelen daartegen, tot op dit moment, door geen enkele overheid, hebben we iets gezien. Dus nog wat betreft huisvesting, nog wat betreft onderwijs of arbeidsmarkt. En laten we een aantal van die cijfers benoemen, bijvoorbeeld. Laten we beginnen met onderwijs. Er zijn nog weinig landen in deze wereld waar de ongelijkheid zo groot is. Maar het is wel belangrijk om te vermelden dat die ongelijkheid eigenlijk niet alleen met de migratieachtergrond van die kinderen te maken heeft. Het is vooral nogmaals een klassenverschil. Want als we zien bijvoorbeeld hoe arme kinderen scoren in het onderwijs, dat is dezelfde score. Dus het probleem, die ongelijkheid, telt niet alleen voor kinderen met een migratieachtergrond, maar ook kinderen die eigenlijk in een kwetsbare socio-economische positie zitten. Maar als wij kijken naar het watervalsysteem, dan is dat voor mij een heel duidelijk voorbeeld van institutioneel racisme. Als je Jan heet, bijvoorbeeld, dan mag je dubbelen. En moet je zeker binnen ASO of TSO blijven. Terwijl als jij Mohammed heet, dan word je direct aangeraden om richting BSO of nog een BUZO of zo te gaan. Dus dat is voor mij een duidelijk voorbeeld van hoe het institutioneel racisme eigenlijk zo sterk in ons systeem zit. En als je de leerkrachten mee confronteert, ja, er zijn heel veel van die leerkrachten die dat niet inzien. Dat er eigenlijk dat het racisme is. Maar ook als je weet bijvoorbeeld dat er kinderen hun moedertaal niet mogen spreken in Nederlandstalige scholen in Brussel of scholen hier in Vlaanderen. En dat zij in bepaalde scholen een plakband op hun mond krijgen, voor mij dat is ook een voorbeeld van racisme binnen het onderwijs. En daar moet er iets aan gedaan worden. Ik ga het concreet maken met een aantal cijfers. Als de moeder van een kind hooggeschoold is, dan komt het kind voor 95% in het ASO terecht. Als de moeder van het kind laaggeschoold is, dan komt die voor 80% in het beroepsonderwijs. En we weten ook welke stigma's er zijn op het beroepsonderwijs. En ik heb met veel van die leerlingen kunnen spreken. Het is verschrikkelijk als je ziet hoe zij die stigma zelf ook gaan internaliseren. Dus het is een cijfer die hard is. En even hard is ook de cijfer van 70% van de Maghrebijnse jongeren die in het beroepsonderwijs zitten.
zo hoge cijfers kunnen niet anders dan aantonen dat er structurele discriminatie binnen het onderwijs zit. Hetzelfde geldt voor de arbeidsmarkt. Als we kijken bijvoorbeeld niet alleen naar de positie van laaggeschoolde migranten of migrantenjongeren, want nogmaals, bijna nergens in Europa heb je zo weinig migranten die actief zijn op de arbeidsmarkt dan in België. Wat heeft mee te maken? Zijn de Turken in België minder hard werken dan die van in Duitsland, bijvoorbeeld? Of de Marokkanen in België minder hard werken dan die in Nederland? Nee, nogmaals, het is het probleem van het racisme. En niet alleen voor de lagere scholen of zij die zeg maar, alleen het middelbaar onderwijs hebben, maar ook voor de hogescholen. De cijfers van werkloosheid bij de hogeschoolde migranten zijn enorm. En ze verschillen ook heel sterk met andere landen. Terwijl bijvoorbeeld de discrepantie in andere Europese landen maar 10% is tussen de autochtone bevolking en mensen met een migratieachtergrond. In België is dat bijna 30%. En naar mijn mening, dit toont nogmaals aan hoe groot dus weer het racisme en discriminatie op die arbeidsmarkt is. En ook trouwens wat betreft huisvesting. Ja, we hebben genoeg reportages gezien in de kranten of in de media die telkens weer aantonen dat er daar ook racisme is. En een laatste en ook belangrijk in dit boek is racisme bij de politie. Dat is ook een enorm groot probleem. Voor de Brusselse jongeren bijvoorbeeld, dat is het allergrootste probleem. Het is niet racisme binnen het onderwijs, het is niet racisme op de huisvesting of op de arbeidsmarkt die op nummer 1 bij hen staat. Het is racisme bij de politie, omdat ze daar dagelijks mee worden geconfronteerd. En ik heb in het boek tientallen voorbeelden gegeven van dat racisme eigenlijk bij de politie en hoe dat racisme maar niet wordt aangepakt. Dus ik denk, één, dat racisme allesbehalve een relatief begrip is, dat wij moeten durven een racisme-debat voeren, racisme echt wel problematiseren en duidelijk aan de mensen maken dat als we over racisme spreken, we moeten op zijn minst daar een fatsoenlijk debat rondvoeren en die strijd eigenlijk met ons allen, want racisme is institutioneel. Maar ook het racisme, bijvoorbeeld als we zien dat er mensen geen problemen in zien om het woord neger of kut-Marokkanen van dergelijke woorden te gebruiken, dat kan ook niet in het Vlaanderen, in het België van vandaag, die steeds diverser wordt. Voorlaatste vraag, Bleri. Het maatschappelijke middenveld, zijn die op vandaag helder en duidelijk in een positionering? Kiezen die op vandaag om de grond- en basisrechten van burgers te verdedigen en op die manier een stuk een strijd te voeren tegen de toegenomen ongelijkheid en de toegenomen discriminatie? Maar ik denk dat er momenteel, misschien het laatste jaar, iets beweegt binnen het middenveld. Het is ook belangrijk, de laatste twee jaar, het is belangrijk om als er positieve bewegingen, positieve tendensen zijn, om die ook te benoemen. Maar in het algemeen denk ik dat er echt wel een groot probleem is bij het middenveld. Het is het probleem dat het middenveld is er al voor de burgers. Hè? Het is om daar om bepaalde signalen te geven aan het beleid. Kijk, er zijn problemen, het loopt hier mis. We moeten hier optreden. We moeten de belangen, de problemen van de burgers centraal stellen. Maar als we zien in welke spel dat het middenveld op dit moment betrokken is, dat is een spel waar het middenveld eigenlijk vooral moet doen wat de beleidsmakers willen, dan zie je dat er absoluut niet de grondrechten van de burgers centraal staan, maar wat de beleidsmakers willen. En dus eigenlijk er wordt vermeden dat middenveld gepolitiseerd is, dat ze duidelijk zeggen, kijk, heel wat van de problemen die onze burgers hebben, zijn socio-economische problemen en politieke problemen, waar politiek een rol te spelen heeft, een standpunt moet nemen en iets moet doen. En eerder eigenlijk
de politieke macht aan het legitimeren zijn. En ik denk dat dat niet de rol van de van middenveld is. De rol van middenveld is om structuren op te zetten, om de grondrechten van de burgers te beschermen en om de mensen sterker te maken, zodat ze grip hebben op hun eigen leven. En ik ben heel blij natuurlijk als ik een aantal positieve voorbeelden zie, zoals in Brussel, Staten-Generaal, het hele kunstensector, die bijvoorbeeld het kunstenfestival die op dit moment samenwerkt, Brussels Citizens University, maar ook, ook in, hier in Gent bijvoorbeeld, een toekomstfabriek. Dat zijn allerlei positieve voorbeelden die, ik denk, toch wel een invloed hebben bij allerlei middenveldorganisaties. Omdat zij... je hebt heel wat mensen die binnen dat middenveld zitten, want het, laat dat duidelijk zijn. Het is niet dat ik die mensen wil viseren. Vaak zijn ze niet bewust bij in welke spel dat ze... betrokken zijn, vaak voelen ze zich onmachtig. Maar als ze positieve voorbeelden zien en ze delen die analyse, maar ze weten eigenlijk niet wat ermee doen, het motiveert hen om de burger centraal te stellen en samen na te denken hoe kunnen zij eigenlijk bijvoorbeeld tegen het beleid antwoorden formuleren en veel meer voor hun eigen identiteit gaan, die naar mijn mening vooral emancipatorisch moet zijn.